Voor een goed begrip van wat een uitgavenovereenkomst of een publishingovereenkomst inhoudt, zetten we eerst nog even op een rijtje wat de taken zijn van een uitgever van muziekwerken. Hij zorgt voor eerst via zijn kanalen en met zijn know-how voor een zo goed mogelijke verspreiding en bekendmaking van de werken van de auteur. Niet noodzakelijk in de eerste plaats bij het publiek, maar eerder bij uitvoerders, dirigenten, platenproducenten, film- en televisieproducenten en andere relevante partijen die de werken kunnen vertolken of laten vertolken en er een bepaalde bestemming aan kunnen geven. Hij zal trachten te bewerkstelligen dat de werken zoveel mogelijk uitgevoerd en gereproduceerd worden ten einde er een maximale inkomst mee te genereren. De uitgever staat ook in voor de administratie, de opmaak van contracten en de financiële controle die bij dat alles komen kijken. Daarnaast kan een uitgever ook actief de creatie van werken stimuleren door de auteur in contact te brengen met andere auteurs, die al dan niet ook aan de uitgever zijn verbonden. Of hij kan opnamefaciliteiten ter beschikking stellen of op andere manieren nog investeren in de ontwikkeling van het talent van de auteur.